Well, prolapse uterus is really, really a major issue in our country, especially in a country like ours where women are recognized as a second-class citizen. They don't get basic education, they don't get basic healthcare facilities, you know. They're backward in everything. And in a country like this, women suffering from prolapse uterus, you know, it adds another burden to their lives. So. De Nederlandse Stichting Vrouwen voor Vrouwen zet gezondheidskampen op in Nepal om de collega's al daar op te leiden in het herkennen en behandelen van verzakkingen. We zijn hier geloof ik in het district Parbat en we zijn op weg naar een plek in het midden in dat district waar we vannacht gaan overnachten. En van daaruit gaan we elke dag naar het dorp om een kamp op te zetten voor vrouwen voor vrouwen. Waar we hiervoor zijn is dat we gaan onderzoeken of mensen een prolapse hebben. En een prolapse is een verzakking van de baarmoeder of van de wanden die daarbij zijn. En die komen dan voor een gedeelte naar buiten. Dat is eigenlijk de basis van een prolapse. Waarom zijn prolapsen zo'n groot probleem in Nepal? Omdat de vrouwen veel sjouwen op hun rug. Ze moeten hoog de bergen oplopen en ze nemen die manden op hun rug mee, buigen dan voorover, waardoor de kracht op de onderkant komt. Bevallingen vinden vaak nog thuis plaats en ze zitten heel veel op hun hurken, waardoor er ook veel kracht op hun onderkant is. Goede samenwerking met lokale partijen is van cruciaal belang. Het uiteindelijke doel is dat de Nepali zelfstandig de vrouw kunnen verlossen van haar verzakking. We zijn hier bij Rest en we zijn de kist aan het klaarmaken en we beginnen maar eens even met de ringen tellen. Hoeveel hebben we nog in de kist zitten en hoeveel willen we erbij hebben? 16. Nou, dit is het hoofdkwartier van onze nurses en eigenlijk het gehele hoofdkwartier. Want hier komt iedereen samen en hier vanuit hier wordt alles geregeld. En daar hebben we de bekende kisten weer. En onze apotheek en overige benodigdheden. Dit is de curtains. Hier komen de kisten, hè? Hier komen ze. So, we're actually arranging our rooms for the examination. Mm-hmm. So, we've decided to arrange four rooms. Where four different doctors will be examining the patients. En dit is dan uiteindelijk het resultaat. In één kamer hebben we twee onderzoekskamers gemaakt. Hier is de volgende. Zo waar een echte onderzoeksbank aan deze kant. En onze benodigdheden. En een gordijntje tegen de spiekende buurvrouwen. De stichting is 10 jaar geleden begonnen met het verhelpen van prolapsen bij Nepalese vrouwen. Op dit moment wordt er al heel veel aandacht besteed aan educatie. Er is hier één vrouw, Nepalese vrouw, die voor de stichting de educatie verzorgt. En zij is echt fantastisch in haar werk. Zij heeft een grote dosis ervaring en kan dit heel goed overbrengen. Dat is de vrouw daar met een schortje aan. Schortje aan. Around 10 years back. If we talked about, or if medical doctors used to talk about prolapse uterus, people really didn't know about this problem. People were really unaware. I mean, even medical doctors themselves, except gynecologists, they really didn't know about this problem. So I think as people get to know more and more about these problems, I think the problem will gradually decrease, I'm sure. It was my first camp in my life, so I learned everything from the camp, how to examine the patient and how to insert the ring pessaries and other folk pessaries and how to be with the other people. Everything, I learned everything.